We zijn vandaag op Egnaton en we doen onderzoek naar de nieuwe lesmethode intersectoraal. Ik denk dat het nieuwe schoolsysteem een grote verbetering is. Het geeft leerlingen veel langer de kans om na te denken over wat ze na deze school willen gaan doen. En een veel beter idee geven over wat er allemaal mogelijk is. Waardoor ze uiteindelijk een betere keuze maken voor een vervolgopleiding. Dus ik zie er wel grote voordelen aan. En, wat vind je van het intersectoraal? Wat ik ervan vind is, ja, het is leuker dan eerst. Ja, het is ook uitgebreider en zo. Nou, ik vind het slecht omdat je niet echt bepaald één richting hebt. Nou, aan de ene kant is het best wel lekker, hè. Maar aan de andere kant moet je toch een beetje verandering inbrengen. Want er zijn al 3 kwartier les en wij zijn natuurlijk gewend aan het normale rooster. Nu is het 3 kwartier les en moet je harder werken in de les. Om roosters te maken, moeilijk. Ja, ik denk wel dat je de kwaliteiten voor moet hebben om dat te kunnen doen. Je moet er de nodige tijd voor hebben, tijd voor nemen. We beginnen al in maart, april met de voorbereiding voor het rooster voor het schooljaar daarna. Dus je moet echt al, daar ben je echt al een hele tijd mee bezig met een goede voorbereiding. Als je dat allemaal goed doet, ja, dan is het uiteindelijk, ja, niet moeilijk wil ik niet zeggen, maar dan komt alles op zijn pootjes terecht, want de problemen haal je er in feite dan vroegtijdig naar boven en daar kan je dan op inspelen. Maar makkelijk is het niet.